Bronckhorst. In dit blad zien we jou nog als voetballer. Hoe vaak denk je terug aan die tijd? Nou, heel veel. Sowieso aan mijn voetbaltijd, maar zeker deze leeftijd. Toen ik 6 was, ja, ik weet nog goed dat ik alleen maar aan het voetballen was. En dan, dan is deze foto wel goed natuurlijk, omdat ik toen ook met de bal zat. Vanaf wanneer realiseerde je dat je echt profvoetballer kon worden? Ja, nou, dat is pas veel later geworden hoor. Ik denk een jaar of 14, 15, dan krijg je je eerste contract. En dan hoor je en zie je ook wel dat je talent hebt. En mensen zeggen dat. En ja, dan begint het wel te kriebelen. Dat je denkt van nou, het eerste komt steeds dichterbij. En uiteindelijk was ik 17 toen ik mee ging trainen. Mis je die tijd nog wel eens? Nee, ik wist het niet. Het is natuurlijk wel, aan alles komt een einde. Het is wel een hele mooie tijd geweest. En ja, voetbal is wel het mooiste natuurlijk om zelf te doen. Maar nu je wat ouder bent en je kan op een andere manier voetballers helpen. Ja, dat is voor mij hartstikke mooi om dat nu te doen. Je bent nu een paar jaar trainer. Hoe bevalt dat? Ja, heel goed. Ik bedoel, ik heb natuurlijk de laatste 3 jaar assisteer ik bij Feyenoord. En ik heb mijn cursus afgerond allemaal. En ik moet zeggen dat ik elke dag nog bijleer. En het is gewoon heel leuk om samen met de hele staf en met de spelers je voor te bereiden op wedstrijden en zo hoog mogelijk te eindigen. En wat wil jij? Hoe ziet jouw toekomstplaatje eruit als trainer? Nou ja, ik ben natuurlijk wel iemand die mezelf wil blijven ontwikkelen. En uiteindelijk een keer zelf voor de groep te staan als hoofdcoach. Dat voel ik wel. Alleen ik heb ook gemerkt dat ik daar wel klaar voor moet zijn. En als dat gevoel er is, zal ik die stap maken. Maar dat gevoel heb ik nu nog niet. Komende vrijdag is Ronald Koeman bij ons te gast bij FC Rijnmond. Wat zou je tegen hem willen zeggen? Nou ja, ik bedoel dat het fijn samenwerken is met Ronald. Dat het zeker als assistent ideaal is, zo'n coach, hoe die omgaat met zijn hele staf. En dat hij ons de vrijheid geeft om dingen te doen waar we goed in zijn. En ik moet zeggen dat Ronald wel voor mij een voorbeeld is hoe je met de staf om moet gaan. De eerste 2 jaar ging crescendo. Dit jaar gaat het wisselend. Al gaat het de laatste weken wel wat beter. Merk je dat hij veranderd is? Nee, verandert niet. Ik denk dat Ronald vasthoudt aan de dingen die hij altijd doet. Het begin van dit seizoen was natuurlijk niet ideaal als je op de 3 wedstrijden verliest. Maar ja, we zijn gewoon de dingen blijven doen die we altijd doen. En ja, dan kom je vanzelf weer naar boven zoals nu gebeurd is. Tot slot, wat is jouw gevoel? Denk je dat hij volgend jaar nog steeds trainer van Feyenoord is of gaat hij misschien wel naar Oranje? Mijn gevoel? Ik denk dat mijn gevoel niet belangrijk is, maar hij zit zelf bij jullie in de uitzending. En ik denk dat Ronald de enige persoon is die daarover kan beslissen.